Ja, als je je al eens hebt afgevraagd wat dat succesvolle mensen nu eigenlijk succesvol maakt, wel, dan uh, nodig ik je uit om te luisteren naar uh, deze aflevering, aflevering 74 van de Business Diet Podcast, want daar lijst ik, of heb ik zeven uh, eigenschappen van succesvolle mensen opgeleist, waar dat jij ongetwijfeld ook iets kunt aan hebben. Veel succes. Hallo en welkom bij de Business Diet Podcast. Ik ben Vincent van der Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 74 van de Business Diet Podcast. Ik heb Een tijdje geleden ben ik begonnen met zo. Uh, ja, het internet af te schuimen is niet echt het woord, maar als ik iets tegenkwam waarvan ik dacht. Oh, dat is nou wel boeiend. En dat, ging, uh, of dat is eigenlijk een samenraapsel van allemaal elementen die uh, volgens mij uh, eigenschappen die succesvolle mensen hebben. En uh, dat is een lijst geworden van zeven van volgens mij de belangrijkste eigenschappen die, die, die ik herken. En ik zeg niet dat ik daar uh, alle wijsheid in pacht heb, maar die ik toch wel herken in... Uh, Mensen die succesvol zijn, en dat kan succesvol zijn op, op van alle soorten gebieden. Dat kan uh, op sportief vlak zijn, op, op uh, intermenselijk vlak, iemand die gewoon succesvol in het leven staat. Dat kan uiteraard uh, zakelijk zijn, dat kan financieel zijn, dat kan, dat kan uh, met cultuur te maken hebben, maakt allemaal niet uit. Uh, over al die verschillende soorten mensen en soorten activiteiten heen, ja, ben ik met een lijstje gekomen, waarvan ik denk, dat zijn toch wel zeven eigenschappen die ik precies altijd wel zie terugkomen. En waarom dan een podcast daarover? Omdat ik dan denk, ja, misschien kunnen dan zoals ik. Naar die eigenschappen kijken of luisteren. Een podcast is uh, meestal om te luisteren. Alhoewel, nee, je kunt ook op YouTube kijken, dat weet je. Een business tijd podcast ook op YouTube. Maar um, ja, misschien dan ook zoiets denken van: goh, uh, die vier of vijf, daar ben ik al redelijk goed in. Maar uh, die zes en die zeven, daar kan ik misschien toch wel nog wat aan werken. Dus je hebt daar misschien een beetje zelfreflectie en dan ook een doel uh, om aan te werken. Dus het is eigenlijk gewoon een overlopen van die zeven eigenschappen. En uh, ja, straks kunnen we dan via het blogartikel dat nog allemaal eens herlezen en dan kunnen we misschien iets vergelijken en uh, nadenken over waar dat er nog groeiruimte is. De eerste eigenschap die ik heb erkend of uh, ja, vastgesteld is dat volgens mij succesvolle mensen in eender welke gebied dat ze succesvol zijn, die hebben uh, goede gewoontes. Ja, ik weet, dat klinkt natuurlijk een beetje een open deur intrappen. Maar het woord gewoonte is daarbij heel belangrijk. Um, ik, ik heb het al dikwijls gezegd, uh, consistentie is echt een hele belangrijke sleutel in succes. Maar dat, dat vertaalt zich in, als je consistent elke dag iets doet, ja, dan wordt dat een gewoonte. Hè. Dus, en dat herken ik bij heel veel uh, succesvolle mensen. Dat is dat die gewoonte, die, die bepaalt eigenlijk hun gedrag. Die, ja, die, die worden gedreven door die gewoontes die zij hebben ontwikkeld. En of dat dan een gewoonte is van elke dag vroeg op te staan, of elke dag dit te doen, of elke dag dat te doen, het maakt allemaal niet uit. Die routines en die gewoontes die zij hebben ontwikkeld, dat is echt een eigenschap die ik herken bij uh, heel veel succesvolle mensen. En uh, ja, dat is iets waarvan je misschien zegt, ik heb al een aantal goede gewoontes, maar misschien kun je, net zoals ik... Uh, nog een aantal bijkomende gewoontes gaan ontwikkelen. Ja, en iets wordt stil aan een gewoonte als je het meer dan zeven keer hebt gedaan. Hè. Dat is, uh, er is ook wat onderzoek nog gebeurd. Dat zou wel niet met alles zo zijn, maar je moet minstens zeven keer iets doen, uh, voordat je kunt zeggen dat je het uh, stil is aan, dat je er een gewoonte van gaat maken. Dus eerste eigenschap volgens mij: succesvolle mensen hebben goede gewoontes en passen die dus, omdat de gewoonte is, consistent toe. Een tweede eigenschap van succesvolle mensen, die ik uh, herken, is een uh, drive. Dat zijn, dat zijn mensen die echt gedreven zijn. Uh, discipline, daar heb ik het al over gehad, maar echt gedreven. Gevoel dat als die ergens binnenkomen, die hebben energie, die, die, die gaan precies altijd ergens naartoe, maar die hebben precies altijd een doel om naartoe te gaan. Die, die, ja, die zijn dus tegenovergestelde bij mensen die zo wat doelloos rondlopen. Ik heb niks tegen mensen die doelloos rondlopen, dat is, dat is ook echt niet de bedoeling van deze podcast, maar dit is echt de focus op die eigenschappen die als een soort rode draad doorheen die succesvolle mensen loopt en dan denk ik dat die gedrevenheid echt wel iets is wat ik uh, ja, bijna altijd zie terugkomen. Uh, ook altijd ermee bezig zijn. Hè. En, en, en als die dan eens een tegenslag hebben, hop, die stond teruggericht, die veren teruggericht, bij wijze van spreken, als die gevallen zijn, om dan uh, terug vooruit te gaan bewegen. Uh, die, die stellen dingen niet uit, die, die, zijn, die, die, die hebben een idee, die willen dat in actie omzetten, die, die leggen dan niet weg tot volgende week, die, die beginnen er dan, bij wijze van spreken, nu aan. Die zijn er constant mee bezig, echt een, een gedrevenheid om zich vooruit te bewegen naar dat doel. Je kunt die dus ook niet laar noemen, integendeel, hè? die stralen energie uit. Ik heb ooit eens op mijn Instagram-account. Uh, ...iets gezet dat ik had geleend, of dat ik heb gekregen van uh, Peter Snauwaard... Uh, ...met wie dat ik ook een podcast heb gemaakt. Uh, PS Grow trouwens, een heel goede podcast, ik moet er ook eens uh, uh, naar gaan luisteren. Maar hij zei, wees een bruistablet in plaats van een zaagtablet. En ik heb, dat, ik heb dat overgenomen, want ik, ik vind dat dat ook echt een eigenschap is van succesvolle mensen. Ja, die gedrevenheid, ja, je kunt die anders omschrijven, je kunt zeggen... ...die mensen die bruisen heel de tijd. Die geven energie aan anderen, die zuigen geen energie uit u. Dus uh, ja, heel resultaatgedreven ook. Hè. Veel meer gefocust op het resultaat dat ze beogen, de wat die ze willen bereiken, dan hoe dat ze er naartoe gaan. Uh, ik denk dat zij ook een onderscheid kunnen maken tussen die wat en die hoe. Dat vertaalt zich ook in. Uh de derde eigenschap die ik zie, en dat is natuurlijk een beetje een lastige, want dat is niet iets dat je in de winkel kunt gaan kopen, dat is, die, zijn, die hebben zelfvertrouwen. Die, die, die hebben vertrouwen in zichzelf. Die zijn niet arrogant, hè, want dat is niet hetzelfde. Ik vind, arrogant is een, uh, is een lelijke, hogere trap van, van zelfvertrouwen. Dat is te veel zelfvertrouwen hebben, denk ik. Um, maar die geloven wel in zichzelf. Die, die, die zitten niet in een hoekje te denken van, ga ik dat wel kunnen, enzovoort. Misschien, misschien op een naïeve manier hebben die zoiets van, ik kan dat doen. Ik kon dat kunnen. En dat gaat lukken. Uh, dus die hebben dat zelfvertrouwen en misschien moeten daar een beetje naïef voor zijn om dat te hebben en moeten niet te veel kijken naar obstakels, maar die hebben echt gewoon vertrouwen dat hun, hun, hun handelingen, hun daden, dat die gaan leiden tot resultaat. Die kunnen ook wel geduldig zijn, dat kan misschien ook niet van vandaag op morgen gebeuren, maar ja, zelfvertrouwen hebben en ervoor gaan. Nu, ik zei er juist, dat kun je niet kopen in de winkel, dat is zo, maar je kunt wel werken aan je zelfvertrouwen. Hè. Een manier om dat te doen, uh, een bekende manier in de psychologie, is eigenlijk Constant dingen doen die net op de grens of op de, aan de buitenkant van de grens van uw comfortzone liggen. Dus dingen doen die u eigenlijk een beetje angstig maken. Hè. Men zegt dat wel eens, uw grootste potentieel om te groeien, dat is wanneer je buiten uw comfortzone stept. Dus ik nodig u uit om, als je je zelfvertrouwen wilt aanscherpen, als je dat wilt groter maken, om ook die dingen waar je bang voor bent, om die te doen. Doe die eerst. Dus s morgens bijvoorbeeld. Dat moeilijk gesprek, doe dat eerst. Die moeilijke telefoon, doe dat eerst. Dan gaat je zelfvertrouwen toenemen. Houd bij wat uw realisaties zijn. Schrijf dat op, niet alleen van de voorbije week, maar ook van de voorbije vijf jaar. Wat zijn die grote dingen, die grote verwezenlijkingen die je hebt bereikt. Op, op allerlei mogelijke vlakken, op persoonlijk vlak, op, op professioneel vlak, sportief vlak, maar het allemaal niet uit. Wat zijn de dingen die je hebt gerealiseerd? Ligt dat ergens in de buurt, zodat je er kunt naar terugkijken. Dat zijn dingen die je zelfvertrouwen gaan geven. Dus één, stap buiten die comfortzone. En twee, houd je realisaties bij, kleine en ook de grote. Dus dat was een derde eigenschap die ik herken... Het zijn dus ook mensen die uh, ja, trouwens meer tot actie overgaan dan erover praten. Hè? Je kent ongetwijfeld ook mensen die heel veel praten over wat dat ze allemaal gaan doen, en wat ze van plan zijn, en als alle lichten op groen staan, dan gaan ze vertrekken. Maar die succesvolle mensen, die, die, die eigenschappen van die succesvolle mensen, één daarvan is toch wel uh, ja, daden in plaats van woorden. Over woorden gesproken, het zijn meestal wel, ik heb, ik heb een paar uitzonderingen gezien, maar het zijn bijna altijd mensen die goed kunnen communiceren. Die dus andere mensen kunnen ja, beïnvloeden, maar, maar op een positieve manier. Hè. Manipulatie is dan weer zo'n een, een, een hogere trap, waar ik, allez, verschrikkelijk, hè, manipuleren, dat is, dat is echt het laatste wat je moet doen. Maar, maar iemand die succesvol is, allez, die een van die eigenschappen is die heldere, duidelijke communicatie, die, die slagen erin om iets ingewikkeld op een simpele manier uit te leggen. Die slagen erin om andere mensen hun denken op een positieve manier te onderbreken. Die slagen erin niet alleen om mensen te beïnvloeden, maar ook om eigenlijk mensen te inspireren. Door die energie die ze hebben, door die uitstraling van dat zelfvertrouwen, door, door, door die drive, door die bruistablet zijn uh, en hun communicatie. Uh, communicatie trouwens is niet alleen praten, hè, dat weet ik, ik bedoel uh, al verschillende podcasts over gemaakt, dat is ook, ook en vooral luisteren. Luisteren om te begrijpen. Uh, ja, niet luisteren om te antwoorden, maar luisteren om te leren. Dus die succesvolle mensen, uh, ja, die, die, die communiceren op een heel bijzondere manier. Uh, die zijn heel helder, heel uh, ja, inspirerend in hun communicatie, vierde eigenschap. Die... Uh, die ik toch wel ja, heel vaak zie terugkomen. Uh, wat kun jij nu doen om uh, misschien beter of helderder te communiceren? Ja, daar kunnen je uh, ja, een, een veelheid aan, aan opleidingen, cursussen vervolgen enzovoort. Uh, ik denk in die communicatie dat het ook belangrijk is om uit je comfortzone te stappen. En door bijvoorbeeld ja, toch wel die presentatie te geven, terwijl dat iemand anders die zou kunnen geven. Door... Uh, ja, echt te leren van de feedback die je krijgt op een presentatie dat je geeft. Door bijvoorbeeld uh, op het einde van een gesprek te vragen om de mensen wat vonden goed aan het gesprek. Hè? Niet aan u als persoon, maar aan het gesprek, hoe dat gesprek is verlopen. Door, door u echt heel bewust te worden van... Ja, hoe communiceer ik? Door bijvoorbeeld uzelf eens te filmen als je iets. Uh, allee, dat gaat nu gemakkelijk, hè? je pakt een gsm uh, en, en, en je doet eventjes je, je vertelt even wat dat je straks wilt gaan vertellen in die vergadering. En geoefend even. Hè? Vroeger zeiden ze: God is voor de spiegel staan. Maar nu ja, kunnen je, kun je gewoon herbekijken wat, dat je, wat dat je hebt gezegd. Dus maak daar een soort. Uh, allee, ik weet niet. Een soort doel van op zich om, om nog beter te gaan communiceren naar, uh, naar de toekomst toe. Zodanig dat je een grotere positieve impact kunt hebben op de mensen in uw omgeving. Dus vierde eigenschap van succesvolle mensen dat zijn goede communicatoren. Is dat een woord? Ja. Um, en dan vijfde eigenschap uh, dat zijn mensen die eigenlijk constant, volgens mij, met hun eigen groei bezig zijn. Constant bezig zijn met denken hoe kan ik beter worden. Um, als je nu spreekt over succesvolle sportmensen bijvoorbeeld, daar is dat duidelijk. Hè. Je zult het misschien weten, maar mijn business houdt nogal van de Formule 1 en alles wat erbij komt kijken. Niet zozeer dat flamboyante, dat jet zit vooral. Dat is niet wat mij boeit, maar, maar het menselijke erachter en het technologische erachter, dat boeit mij enorm. En um, ja, als je dus die gasten volgt, je kunt dat trouwens hè, op Netflix, is een fantastische reeks. Formule 1, Drive to Survive. En daar zie je dus, krijg ja, krijgen een kijk achter de schermen. En dan zie je dus hoe dat die Formule 1-piloten, en wat je denkt, dat is gewoon. Ja, die hebben, die hebben veel moed en die kunnen goed aan de stuur draaien, dus dan kunnen winnen. Dat is niet. Hè? Dat is constant nadenken over hun voeding, over wat dat ze eten, wat dat ze drinken. Constant sporten, constant aan hun con uh, fysieke conditie werken, constant leren. Die gaan, die gaan heel de tijd als een spons nieuwe informatie in zich opnemen, uh, nieuwe dingen aanleren, nadenken, kritisch zijn. En dat is denk ik echt een eigenschap van uh, succesvolle mensen. Dat is uzelf kunnen en durven in vraag stellen en daar ook iets aan doen. Dus veel lezen, veel podcasts beluisteren, veel, ja, constant eigenlijk leren. Ik wil er een woordje van. Ja, een waarschuwing aan toevoegen. Dat is een zwaar woord natuurlijk. Dat is alleen maar leren, daar zit er niets mee. Je moet met datgene wat je geleerd hebt, dat moet je ook in de praktijk omzetten. Daar moet je ook iets mee doen. En dat is dus ook een eigenschap die, die ik zie. Dus die hebben wel echt die, die, een, die een mindset om altijd te groeien in hun fysieke kunnen, in hun mentale kunnen enzovoort. Maar die zijn daar ook constant mee bezig. Hoe kan ik een betere versie worden van mezelf? Wat kan ik doen om morgen een straffere versie van mezelf te zijn als ik vergelijk met vandaag? Dus dat zijn de mensen die nota's nemen in een vergadering. Dat zijn de mensen die. Die al een tijd bezig zijn, die je een vraag komen stellen. Van, zeg, hoe doe je dat? En waar heb je dat geleerd? Enzovoort. Die nieuwsgierigheid om beter te kunnen worden. Om te weten, wat kan ik doen? Wat kan ik gebruiken om beter te worden in datgene wat ik doe? Dat zie je dus ook bij succesvolle mensen. Dan um, ja, een, een, een heel belangrijke eigenschap. En ik denk dat die eigenlijk bij alle succesvolle mensen terugkomt. Dat is hoe dat zij omgaan met um, falen. En ik heb... Um, Allee, ik heb daar zelf ooit eens een ander woord voor gebruikt. Hè. Falen, dat klinkt heel negatief. Dat klinkt ook uh, blijvend. Hè. Iemand is gefaald. Dat is zo van ja, dat, dat is, dat is, uh, dat is het einde. Goed. Het kan niet meer goed, uh, goed komen. Dus ik heb het woord falen vervangen door het woord vallen. Want als je zegt gevallen, ja, dan kun je terug staan. Dan kun je afstoffen en voortgaan. Of dan kun je je wonden uh, behandelen als je zou gewond zijn geraakt als je zegt gevallen en dan kun je verder gaan. Wat er ook gebeurt, als je, als je valt, dan is het een natuurlijke reflex van de mensen om je heen om je te helpen. Uh, dus, dus voor mij is mentaal het woordje falen een zwaar negatief woord. Uh, en ik vervang dat gewoon door vallen. Wat ik zie bij succesvolle mensen, dat is dat zij een heel, heel specifieke manier hebben om met ja, uh, hun vallen om te gaan. Hè, om het woord falen niet meer te gebruiken. Die, die, die houden eigenlijk bijna van dat vallen. Want ook daar... Uh, ...gaan succesvolle mensen nadenken... ...wat kan ik doen om te leren... ...van hoe dat ik gevallen ben? Wat kan ik doen om te leren van... ...hoe dat ik ben rechtgekropen terug? Wat doet dat met mijn mentale... Uh, ...gemoedstoestand, zal ik maar zeggen. Dat is het een keer hetzelfde, hè? mentale gemoedstoestand. Um, maar je, hoe dat zij omgaan met... ...tegenslag, hoe dat zij omgaan met... ...ja, een ongeval. Ook in de Formule 1, je ziet dat. Hè? De, de, de echt succesvolle mensen... Die gaan betekenslag echt in vraag stellen of vragen beginnen te stellen. Hoe kunnen, wat kunnen we daaruit leren? Hoe kunnen we dat voorkomen? Minder succesvolle mensen die gaan op zoek naar een schuldige. Wie heeft dat gedaan? Of wie heeft dat niet gedaan? Wie heeft dat wiel niet goed vastgewezen? Wie het, maar de echte toppers, de top 5 Formule 1-piloten, die, die, dat zijn niet de vragen. Dat is, je ziet dat je trouwens in de, in de Formule 1-wedstrijden en zo. Hoort je ook wat de piloot tegen de, de, de crew zegt, of tegen, tegen ja, de man zegt met wie hij in contact is in, in zijn team. En, uh, dus een Hamilton, uh, alle, dus, die, dus die, de straffe gasten, de Verstappen en, en, en Leclerc en zo, die gaan vooral vragen stellen. Uh, ...bij zo'n tegenslag over hoe kunnen we dat voorkomen? Wat leren we hieruit? Hoe kunnen we de volgende keer beter zijn? Dat is echt een mindset van uh, een succesvolle mens. Dus van alle zeven eigenschappen, en je hebt er nog eentje te goed... Uh, ...is er één dat echt met kop en schouders bovenuit stikt. En dus ik nodig je uit om, om zelf ook eens na te denken... Ik, ik, ...of te kijken, te analyseren bij je eigen. Ik heb dat bij mijn eigen al gedaan. Zwaai rallyrijden bijvoorbeeld... Uh, en er loopt iets mis, dan was in het begin mijn reactie toch, of mijn neiging toch altijd heel groot. Ja, wie heeft dat gedaan? Of waarom dit of waarom dat? Of er zou wel een fout in een boek staan? Of, en, en eigenlijk, ja, daar worden niet beter van. Maar door altijd ja, naar een andere te wijzen, ja, dan ga jij zelf niet slimmer of niet beter of niet, 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 niet rapper of wat dan ook worden. Dus ik, uh, het is bij mij nog een work in progress. Dat is op het moment van een tegenslag, op het moment dat ik val, mijn reactie daar sturen op de goede manier, zoals dat echt heel succesvolle mensen dat doen. Trouwens, ik denk dat uh, dat succes dat je ziet bij die mensen, dat dat uh, heel veel vallen en opstaan verbergt. Hey, je ziet nu dat succes, je ziet nu dat ze op dat podium staan. Wat dat je op die moment natuurlijk niet ziet, dat is de duizenden keren dat ze er hebben naast gegrepen. Ze zeggen dat van Edison, uh, dat die net uh, aan de lamp uitgevonden en zoveel andere dingen... Maar uh, ja, er is niemand die zoveel pogingen heeft gedaan om die lamp te laten brengen. Dus ik spreek nu van een tijd dat, er een, dat, dat hetgeen dat licht geeft was een kaars in een, in een petroleumlamp. Hè? En dus hij heeft, uh, naar het schijnt, meer dan 2000 pogingen gedaan om, ja, om die gloeidraad, om die licht te laten geven, niet te laten ontploffen, niet te laten opbranden. Want ja, stikt de stroom op die gloeidraad en die gloeidraad die wordt heel warm. Juist niet te warm, maar wel warm genoeg dat dat licht geeft. En zo 2000 keer. Kun je het je voorstellen? Allee, bedoel, dat, dat kunt u me nou niet voorstellen. Keer op keer op keer, in een moment of in een tijdperk, dat er geen elektrische lampen bestaan. Allee, als, die, als die smiddags of, of s'avonds thuis kwam en, en die zijn vrouw vroeg uh, hoe wist, ja, die wist niet wat hem, allee, hoeveel pogingen hij nog moest ondernemen. Dus je moet je voorstellen hoeveel, ja, hoeveel mensen dat die zijn, zijn handelingen in vraag zullen gesteld hebben. En toch is die blijven gaan. En dat is eigenlijk iets dat je herkent, we ook Walt Disney. Hoeveel bankiers dat hij heeft moeten gaan, gaan zien om geld los te krijgen voor de eerste Disney World of Disneyland, ik weet niet wat er eerst was. Ja, dat is ongelooflijk veel. Uh, allee, dingen, de, de, de man Colonel Saunders, uh, denk ik dat hij noemt, van Kentucky Fried Chicken. Hè, die, die man die op latere leeftijd eigenlijk ja, een succesvolle ondernemer is geworden. Ook daar in die verhalen, geleest al die keren die eindeloos vaak uh, vallen en opstaan, dat zie je natuurlijk niet meer op het moment van het succes. Dus wat is, denk ik, een eigenschap van heel succesvolle mensen? Dat is dat die er niet alleen anders mee omgaan met dat vallen en opstaan, maar die, dat die ook gewoon veel meer zijn gevallen en opgestaan. Die hebben niet gezegd, ah, nu ben ik 1999 keer gevallen, nu ga ik stoppen. Nee, Edison is doorgegaan totdat die lamp brandde. En uh, ja, het zijn hebben het gedaan. Nummer 7. Uh, ik denk dat succesvolle mensen... En dat is, dat is een beetje raar, want in de Formule 1 zie je dat niet altijd. Uh, maar succesvolle mensen zijn eigenlijk mensen die een hoog EQ hebben. EQ hey, is intelligentie en EQ is een emotionele uh, intelligentie. En ik, 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 heb, allez, ik denk... En dan, dat is dan vooral zakelijk. Hè. In, in de sportwereld vind ik dat precies wat minder aanwezig, omdat je daar soms ook wel dat hufterig gedrag nodig hebt. Ik denk dat een, 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 de, top, de top 5 Formule 1-piloten... Volgens mij zijn die in de top vijf dat dat ook een beetje hufters zijn. Op het moment dat het moet, zijn dat hufters. Die, ik zeg niet dat ze een mis in hun rug gaan steken, maar ze gaan u wel van de baan rijden als je in de weg rijdt, bij wijze van spreken. Dus dat hufterige, dat zie ik in het zakelijke niet, gelukkig. Maar echt succesvolle zakenmensen uh, En dan echt duurzaam succesvol. En dan heb ik het over ja, mensen waar ik enorm naar opkijk. Naar Richard Branson, en, uh, dat soort mensen. Die hebben ook een heel hoog EQ. Die hebben een enorme eigenschap, een talent om met mensen om te kunnen gaan. Ik heb ooit het ongelooflijke geluk gehad om uh, Richard Branson, Sir Richard Branson moet ik zeggen, te ontmoeten uh, in levende lijven. Moet je voorstellen, het op het moment dat ik daar al boeken net over gelezen, dat was voor mij, ja, dat was, dat was een, een mentor, dat was een held, een god en zo, en ik kom die op een bepaald moment tegen. En um, ik herinner mij toen ik daarmee aan het praten was, en, en het was echt zo, hè, ik was met hem aan het praten, ik wilde van, van alles van hem weten, maar die geeft u het gevoel die gaf mij het gevoel dat heel de wereld stopte met draaien. Ik weet nog waar ik was. Dat was in Corsica, op de kade van een, van een haven. Die begint met mij te praten. We zijn ook even gaan zitten. Was, allez, we hebben een uur gepraat. Heel uh, interessant, heel boeiend allemaal. Maar in het begin, de wereld stopt met draaien. Gij ze, het enige dat telt op die moment. En die creëert daar een ongelofelijke connectie mee. En als je denkt dat die man uh, speelt. Uh, dat hem zo is, dat is niet. Die mens, allez, zo heb ik hem in elk geval ervaren, die je die geeft echt om je die is echt oprecht in je geïnteresseerd. Die je komt op menselijk vlak, die, dat is direct een connectie. En dat is volgens mij een heel bijzondere eigenschap dat, uh, ja, dat succesvolle ondernemers, zakenmensen enzovoort hebben, mannen en vrouwen. Dat is dat die ja, dat emotionele intelligentie tot, tot een kunstvorm hebben, uh, hebben ontwikkeld, denk ik. Uh, want je denkt nu misschien, die zijn ermee geboren, dat zal ook wel. Hè. Er zijn mensen die dat gewoon van nature hebben, maar dat zijn ook dingen die dat je kunt leren. Dat zijn bijvoorbeeld, uh, dat, daar hoort bijvoorbeeld bij, bij sorry, om, om onder druk ja, uh, rustig te blijven, om, om mensen op de juiste moment dat juiste schouderklopje te geven, om, om een glimlach te geven als mensen die een glimlach eventjes nodig hebben. ...om, om ja, een luisterend oor te zijn, een warm hart te kunnen zijn... ...om je te kunnen inleven in die andere persoon. Dat is hetgeen dat voor mij succesvolle mensen kunnen. Dat kun je trouwens ook voor een stuk uh, ja, leren. Hè, door, door, ik, heb, ik heb daar een fantastisch boek over gelezen. Hè, uh, het is een beetje een rare titel. Uh, Hoe maak ik vrienden en goede relaties van uh, Dale Carnegie. Ik heb vroeger voor Dale Carnegie mogen werken, jarenlang. En ik heb er enorm veel geleerd. En, uh, ja, dus dat boek omschrijft eigenlijk een heleboel dingen die je kunt doen op een oprechte manier kunt doen om eigenlijk je emotionele intelligentie te gaan verbeteren. Dus uh, een aanrader, het boek van Del Carnegie uh, in het Engels is het How to Win Friends and Influence People. Over die een titel trouwens toen ik dus voor Del Carnegie werkte, uh, dan uh, werd mij gevraagd om die een boek te lezen. Um, en dus ik weet nog, dan ging ik smiddags in de, in de pizzahut, ging ik een pizzakje eten. En dan, ik vond, dat, ik vond dat zo erg dat ik een boek had waarop stond, uh, hoe maak ik vrienden en goede relaties. Ik was een beetje beschaamd om dat te tonen, dat ik een boek nodig had om vrienden en relaties te maken. Dus ik had die gekaft, blauw kaftje er rond. Dan moest ik me eigenlijk niet beschaamd voelen dat de mensen dat zouden zien. Maar ik ben er nu helemaal niet beschaamd over dat ik die een boek gelezen heb. Het is een, fantastisch, een boek en die kan nu echt helpen om die emotionele intelligentie te doen stijgen. Waar was ik? Ja, dus zeven principes, of zeven eigenschappen, nou, eigenschappen die voor mij uh, de rode draad vormen van succesvolle mensen. Ik overloop ze erop. Eén, uh, dat zijn die goede gewoontes. Consistent de juiste dingen doen. Uh, twee, die gedrevenheid. Hè. Die bruistablets zijn. De kamer binnenkomen en, en, ja, de light up the room, dat ze in Amerika zeggen. Zelfvertrouwen. Uh, en dat zelfvertrouwen, er kun je werken, dat kun je ontwikkelen. Ga op de rand van die comfortzone staan, doe dingen waar je bang voor bent. Heel goede communicatoren zijn dat. Hebben een, een mindset echt om te groeien. Zijn de hele tijd bezig met zichzelf in vraag te stellen. Hoe kan ik beter worden? Hoe kan ik sterker? Hoe kan ik rapper worden? Hoe kan ik slimmer worden? Gaan op een heel bijzondere manier om met uh, ja, tegenslag, met vallen en opstaan. En hebben een uh, hoge uh, emotionele intelligentie. Ik hoop dat die lijst u, um, ja, u ook uh, een gevoel geeft van ja, ik ben toch op, al, op een aantal dingen ben ik toch al goed bezig. En dat dat misschien bij u, juist gelijk dat dat bij mij gedaan, zoiets geeft van goh, dat is misschien een, uh, een gebied waar ik nog wat kan in werken. Daar kan ik me nog in vervol maken. Daar kan ik nog beter in worden. Als dat het uh, gevolg is van deze podcast, dat je dan geluisterd hebt, dan maakt dat mij heel erg gelukkig. En ik wens u heel veel succes in uh, ja, uw verdere ontwikkeling om succesvoller te worden. Veel succes. Was het uh, misschien te veel om te onthouden? Wel, geen probleem, hè, want via het blogartikel van de podcast kun je alles terugvinden wat ik heb uh, gezegd in de podcast. Dit was aflevering nummer 74, dus ja, de logica uh, gebiedt ons dan om een samenvatting te geven op www.businessdiet.be slash 74, en dan bedoel ik het getal. Als je nu zegt, ja, ik wil de volgende afleveringen toch ook niet missen, uh, ja, dan nodig ik u uit om u te abonneren. Je kunt u abonneren uh, op de podcast via Spotify of uh, Apple Podcast, of dat kan ook in beeld uh, via YouTube. En trouwens, uh, ik zeg dat altijd, maar het is echt zo. Ik doe me er enorm plezier mee door u te abonneren. Dat doet mij echt uh, een plezier. En voor uw eigen is het ook goed, want uh, dan krijgen je ook notificaties van uh, nieuwe podcasts die gelanceerd worden. Bij deze aflevering Hoort ook een download en ik, ik refereer daar naar het, uh, zevende, de zevende eigenschap van die succesvolle mensen. En ik heb uh, een lijstje voor u met zeven principes menselijke relaties. Uh, dus klik op de link in de beschrijving van de podcast. Of je kunt ook rechtstreeks gaan naar www.businessdite.be/slash principes. En dan bedoel ik het getal zeven, direct gevolgd door het woord principes in het meervoud. Veel succes. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met BusinessDark. Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.